Ik kan zeker wel zeggen dat dit mijn droomreis is geweest. Nou, allereerst wil ik natuurlijk de mensen bedanken die meegeweest zijn op reis. Zonder jullie was het nooit gelukt en zonder jullie had ik mijn droomreis nooit kunnen maken. Allereerst Dennis, onze cameraman, fotograaf,
voor alle mooie plaatjes die hij heeft geschoten. En al het harde werk wat hij heeft verricht. En dan hebben we natuurlijk Saskia en Sterren nog. Hard werken, veel lastige situaties meegemaakt. Dus die meiden ben ik enorm dankbaar. Ja, daarnaast wil ik natuurlijk alle mensen bedanken die op welke manier dan ook mee hebben gewerkt aan het realiseren van mijn droomreis. Dus enorm bedankt daarvoor. En natuurlijk ook mijn familie, mijn zwager Sjoerd, mijn zus Marieke, mijn nichtje Fien en mijn ouders natuurlijk. Die hebben me het laatste jaar enorm gesteund. Wat ik andere jongens met Duchenne mee wil geven, is dat ze in ieder geval moeten proberen om zoveel mogelijk hun dromen na te jagen. En te doen wat je kan en wat je wil. En gewoon te genieten van elk moment wat je meemaakt. En ja, ik hoop ook dat ik met deze reis ook andere jongens kan motiveren en kan inspireren met alle mooie foto's en video's die we hebben gemaakt, ja, om ook gewoon hun dromen na te jagen. Follow your dreams en doe wat je wil en wat je kan.
can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you've just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Eigenlijk vanaf dag 1 heel veel mooie dingen gezien en het zijn eigenlijk alleen maar hoogtepunten achter elkaar. Ik kan zeker wel zeggen dat dit mijn droomreis is geweest en zeker de reis van mijn leven. Ik hoop natuurlijk dat ik ooit nog zo'n mooie reis kan maken, maar dit is echt een reis om nooit meer te vergeten. En we hebben heel veel mooie hoogtepunten gehad, we hebben het ook wat taai gehad. Zeker de mensen die mee waren om alle bagage elke dag mee te sjouwen. Maar we hebben ook enorm gelachen en genoten en heel veel leuke momenten meegemaakt.